Rahim, In de naam van Allah, de meest barmachtige, de meest genadevolle. De etiketten van het toiletbezoek. De islam ziet erop toe dat een moslim de innerlijke en uiterlijke reiniging van het lichaam handhaaft. Dat men zichzelf reinigt van alle onzuiverheden, zowel die op het lichaam, kleding of het aardoppervlak om hem heen. Hiermee laat men zien dat de islam, een religie van schoonheid... Zuiverheid en reinheid is. Het is zelfs zo dat de profeet wa sallam, heeft gezegd dat deze aandacht voor reinheid de helft van iemands geloof vervult. Zo zei hij, sallallahu alayhi wa sallam, reinheid is de helft van het geloof. Overgeleverd door Moslim. Zo heeft de islam het bijvoorbeeld verboden voor een moslim om zijn behoefte te doen op wegen waar mensen lopen, passeren of op plekken waar mensen de behoefte hebben om te zitten. De profeet sallallahu alaihi wasallam, zei, Vrees de twee zaken die vervloeking brengen. Men vroeg, Wat zijn de twee zaken die vervloekingen veroorzaken, o boodschappen van Allah? Hij sallallahu alayhi wa sallama, antwoordde, Als een persoon zijn behoefte doet op de weg, waar mensen lopen, of op plaatsen waar zij schaduw zoeken. Overgeleverd door Abu Dawud. Ook verbood hij alayhi wa sallam, zelfs het doen van de behoefte in stilstand water om deze niet te vervuilen. Om deze reden heeft de islam in etiketten en regels voorgeschreven die moslims moeten volgen wanneer zij hun behoefte willen doen. Hij, sallallahu alayhi wa sallam, beval oplettend en voorzichtig te zijn bij het urineren, zodat men niet door spetters geraakt zou worden. De profeet sallallahu alayhi wa zei, Mijd urine, want waarlijk de meeste bestraffingen van het graf zijn het gevolg hiervan. Overgeleverd door al-Hakim. Na het doen van de behoefte, moet men zich reinigen met water of met papier. Ook dient men de rechterhand niet te gebruiken om de behoefte te doen of ermee te reinigen na de behoefte gedaan te hebben ter ere van de rechterhand. De profeet sallallahu alayhi wasallam, zei Als een van jullie het toilet betreedt, mag hij zijn geslachtsdeel niet met zijn rechterhand aanraken. Overleverd door al-Bukhari. Verder behoort het volgens de islamitische wetgeving en tot de goede manieren om voorgeschreven adhkar, gedenkingen, te citeren bij het betreden en verlaten van het toilet. De profeet sallallahu alayhi wasallam, was gewoonlijk

Ik vraag uw vergiffenis. Ook heeft hij, sallallahu alayhi wasallam, het verboden om tijdens het urineren of ontlasten met het gezicht te richten naar de Qibla of de rug toe te keren naar de Qibla. De profeet zei: alayhi wa sallam, als iemand zijn behoefte doet, laat hij zich dan niet wenden tot de Qibla of zijn rug toe te keren. Overgeleverd door Moslim. Men dient ook niets mee te nemen naar het toilet of plaats waar men zijn behoefte doet, waar iets van de naam van Allah op staat. Net zoals dat men ook niet Allah met de tong dient te gedenken tijdens het doen van de behoefte. Men dient zichzelf af te zonderen en de intieme delen niet in het bijzijn van anderen te ontbloten. De Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam zei: Bescherm uw aura. Je intieme delen, overgeleverd door Ibn Majah en hij is authentiek verklaard door de sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. En tot slot, het zuiveren en reinigen van de ziel en de omgeving die ons omringt zijn aanleiding voor het verkrijgen van de liefde van Allah. Want Allah zegt, en prijs de mensen van de Quba masjid. فيه رجال Daarin zijn mannen die ervan houden om zich te reinigen, en Allah houdt van degene die zichzelf reinigen. Zodat het Tawbah vers 108.